De belangengroep Kommerwijnen onder leiding van Anne Sadi heeft vandaag de toilettengroep op het Veerplein Meerzorg Kommerwijnen in gebruik genomen. Dit gebeurde op feestelijke wijze. Na ruim 7 jaren kunnen reizigers die dagelijks gebruik maken van het Veerplein eindelijk op een normale manier hun behoeften doen. Voorheen waren ze aan de natuur overgeleverd. Districtscommissaris Ajay Kali verrichtte de opening en benadrukte dat de toiletten goed onderhouden moeten worden. Ondernemer en resortraadlid Said Lal Mohammed kan zijn geluk niet op. Een doelstelling wordt gerealiseerd. En dat is een toilettengroep op initiatief van belangengroep Kommerwijnen onder leiding van mevrouw Anne Sadi is dit project geïnitieerd en vandaag is het al voltooid. Dat wil zeggen, wordt een stukje voorziening getroffen voor niet alleen voor de mensen die dagelijks de oversteek doen of van de bushouders of voor de mensen daar die daar werken van CTST, maar ook voor de gasten en de toeristen die het district Kommerwijnen aandoen. En het belangrijkste wat ik wil zeggen is, de mensen die hier werkzaam zijn en langs gaan, vooral de buschauffeurs, boothouders, ondernemers, we hebben een toilettengroep nu. Houden jullie ermee rekening, ga niet meer wild plassen, ga niet links rechts plassen, hou het netjes. Laten we een voorbeeld worden voor de buurt, voor Kommerwijnen, dat we de toilettengroep gebruiken en niet links, rechts, langs gebouwen, langs iets gaan plassen. En het belangrijkste ook van mij aan, de toeristen gaan het ook leuk vinden. Want ik kreeg het elke dag bij me op. Meneer, waar kan ik naar toilet gaan? Dus laatst hadden we nog een stukje daar, TCT-gebouw, konden we nog een beetje sturen. Maar daar hadden we waterprobleem. Sadi bedankte iedereen die heeft bijgedragen aan de bouw van de toilettengroep. Ze gaf nog aan dat een beheerder voor het dagelijks onderhoud van de toiletten zal zorg dragen. En laten wij allen indachtig de oproep van de president dit voorbeeld van samenwerking, Gotong Royong, blijven voortzetten tot verder vooruitgang en toonbeeld van eenheid. Meneer Said, many thanks. U hebt getoond dat we als Kommerwijner, als bewoner, één kunnen zijn. Politiek geloof moet ons niet onderscheiden. En u hebt het voorbeeld gegeven. Een big hand voor meneer Kerk. Tot heil van Suriname. Dan wil ik toch nog dit naar voren brengen. DC, er is hier wel gezet 7 tot 3. Wij moeten nog met de belanggroep brainstormen. Omdat hier zaterdag, zondag open moet zijn. Ja? En tot veel later. We gaan het bespreken met al de ondernemers hier. Met de boothouders. Iedereen die hier direct en indirect belangen hebben, we gaan het bespreken. Voorzitter van de belangengroep Kommerwijnen, Anne Sadi. Vandaag bij de oplevering van een toilettengroep op het Veerplein in Meerzorg Kommerwijnen.